Wat cool. Ja, gaaf, hè? Heel vet. En er ligt wel iemand in zee. Ik ben vandaag verkoopmedewerker bij KPN, samen met Tom. Het is eigenlijk adviseur, want bij ons staat de klant centraal. Dus we adviseren de klant op basis van hun behoeften. Oké. Okay. Yes. Laten we naar binnen gaan. Gaan we doen. Hé, en wat is nou jouw plek hier in de winkel? Oh, je hebt eigenlijk geen vaste rol. Je hebt 3 rollen, zo moet je het zien. Je hebt de rol van host, adviseur en regisseur. Maar we gaan ons vandaag focussen op de rol van adviseur, ofwel verkoopmedewerker. Wat moet ik nou echt goed kunnen om dat goed te doen? Het belangrijkste is dat je mensenmens bent. Dus dat je echt in gesprek gaat met degene die je voor je hebt. En achterkomt wat zijn of haar behoeftes zijn. En op basis daarvan een passend advies gaat geven. Je hoort natuurlijk wel vaak van, het zijn een beetje gladde praatjes. Omdat je mensen het beste, maar ook absoluut het duurste probeert te verkopen. Op het moment dat je iets aan iemand forceert, dan werkt averechts. En op het moment dat je ze echt overtuigt dat het product wat jij hun adviseert het beste bij hen past. Dan zullen ze ook tevreden zijn en ook terugkomen. In die zin helpt het gladde verkopers zijn niet. Nee. Wat vond je nou van hem? Ik mag het eerlijk zeggen. Ik vond dat hij heel goed deed. Nou. Perfect. Tot ziens. Dankjewel. Tot ziens. Ik neem terug wat ik net zei. Gladde verkooppraatjes. Je hebt gewoon net iemand geadviseerd om over te stappen. Omdat het bereik bij hem in de buurt heel slecht was. Ja, nou ja, soms is dat in die zin het beste voor de klant. Aan het einde van de dag hoop ik dat we samen zover kunnen komen om samen een klant te helpen. Ja, abonnementje afsluiten hopelijk. Ja. Niet voor mij, want ik zit bij Vodafone. Oh, wat cool. Ja, gaaf, hè? Heel vet. En er ligt wel iemand in zee. Ik ben allemaal bonnen te zenden. Dat is jouw taak. Nummer 10. Nummer 10. Alsjeblieft. Dank je wel. Moet ook bijgevuld worden. Ja, natuurlijk. Dus dat ga jij doen. Natuurlijk, mag ik dat vandaag even doen? Deze moet hier. Ja, exact. Ik zie €60. Ja. Hé, maar als jij nou echt poepchagrijnig bent, zijn we allemaal wel eens. Exact. Hoe ga je er dan mee om? Want je werkt wel met mensen. Ja, heb je helemaal gelijk in. Het mooie daarvan is dat we eigenlijk elke dag beginnen met een dagstart. En de eerste vraag daarin is, hoe zit iedereen erin? En op het moment dat jij dan juist degene bent die eigenlijk niet zo lekker in zijn vel zit. Word je in de magazijn geplaatst. Exact, nee. Nee, dan gaan we er gewoon met het hele team alles aan doen om je ook in die zin te ontzorgen. Zo. Ja, het gaat allemaal goed, hè? Perfect, toch? Als verkoopadviseur moet je natuurlijk heel klantgericht zijn. Commercieel ingesteld en verstand hebben van zaken. En natuurlijk adviserend. Goedemiddag. Hi. Hi. Ik ben Lonneke. Hey Lisa. Hi. Tom. Hi. Ik ga jou vandaag proberen te helpen. Wel samen met Tom. Yes. En ben je nu op jezelf gaan wonen of samen gaan wonen? Ja, samen. Oké. Al lang? Wat wil je van haar weten? Zo is toch leuke informatie? Al lang? En wanneer? Wanneer ga je trouwen? Nou, dan kunnen we gelijk wel even het scherm erbij pakken, denk ik. Het is maar €26 per maand, dat is een koopje. Ik betaal 3 keer zoveel. Vodafone. Nog een keer. En nog 1 keer. Zo. Wonderlijk, wat kun je wel? Kijk eens. Na. Yes. Alsjeblieft. Contract. Hey, doei. Hi. Doei. Nou, echt 100 dingen ging mis. Ik kon zelfs niet. Je kan hier dus op de muur Snake spelen. Nou, wij zijn klaar met werken, dus dat gaan we even doen. Ja, toch? Dat is toch fantastisch.